We eten alle dagen enkele keren en vinden dit normaal. We moeten dat doen en we zijn dat zo gewoon. Maar eten komt niet zomaar op tafel. Daarvoor zijn er de landbouwers, die dag in dag uit zorgen voor het lukken van de oogst. Akkerbouw gebeurt in Mol op familiale velden. Boeren in de akkerbouw hebben allemaal vrijwel hetzelfde stappenplan om te zorgen voor een goede oogst. Allereerst wordt de grond omgeploegd zodat al het onkruid weg is. Daarna gaat de boer de grond eggen. De moderne boer werkt met een machine die tegelijkertijd ploegt en egt. Na het eggen volgt nog het bemesten. Daarna zal er gezaaid of geplant worden. Boeren die vee houden, doen dit voor de productie van vlees, huid, wol, melk of eieren. De keuze om bepaalde voeding te produceren is afhankelijk van de bodem, het klimaat en de beschikbaarheid van landbouwgrond. Wij bezochten in onze gemeente enkele bedrijven die ervoor zorgen dat er voldoende en gezonde voeding ter beschikking is. Onze Kempense grond is geschikt voor het kweken van appels. Op deze uitgestrekte boomgaard worden verschillende soorten appels gekweekt. Deels omwille van de risico's op mislukken en ook om de oogst in de tijd te spreiden. Kennis en strenge opvolging is de taak van de kweker. Dat de natuur niet altijd bondgenoot is, zagen we in het voorjaar tijdens enkele dagen nachtvorst. Om te oogsten zijn veel handen nodig en dat is ieder jaar een zoektocht voor de appelkweker. De plukkers ervaren nochtans dat het aangenaam werken is. Verscheidenheid aan gewassen is nodig omdat we meer kruiden gebruiken bij het bereiden van de eetmalen. Het kweken van kruiden vereist naast een goede kennis van het product ook medewerking van temperatuur en vochtigheid. Zeer arbeidsintensief is het planten en oogsten van asperges en aardbeien. Ook hier merken we de vindingrijkheid van de landbouwer op om met kleine technische ingrepen het werk te verlichten. Een ondergronds bevloeiingssysteem zorgt voor de juiste voeding voor de jonge plantjes. Om het planten van de aardbeien voor te bereiden, heeft de landbouwer zelf een machine gebouwd. Hiermee wordt de ophoging en de afdekking in plastiek in één bewerking gerealiseerd. Thank you.
Dit bedrijf verkoopt in uw eigen winkel de geoogste producten. Dat noemen we de korte keten. De aardappelvelden worden steeds ruimer. De bedrijven zijn ondertussen technisch geëvolueerd en halen bij het rooien in een non-stop ritme meer dan 20 ton aardappelen per wagen op. Onmiddellijk worden onzuiverheden verwijderd en de massa aardappelen gaat voor een tijdje onderdak. Franke Agro is bekend om het leveren van opgerolde grasmatten. Al tientallen jaren is dit een groot gedeelte van hun activiteiten. Maar ook voor de voedingssector is Franke een actief bedrijf. Recent is een automatische productielijn om frieten te versnijden en in te pakken in dienst gegaan. Indrukwekkend. In een kleinere afdeling worden groenten vers versneden en verdeeld naar de klanten. Bijzonder is de winkel waar verse producten kunnen aangekocht worden. Opvallend dat ook de producten van de andere landbouwers hier te koop zijn. Een echte korte keten dus. Speciaal in onze streek zijn wel de schapen van Kemp. Het Kempisch schaap wordt gekweekt voor het beheer van onze natuur en ook voor voeding. In het voorjaar worden talrijke lammetjes geboren. Die worden geselecteerd om mee te gaan grazen en een deel gaat naar de voedselkringloop. We kunnen de grazende kudde zowat overal tegenkomen. We bezochten hen aan de ronde put van Postel. In juni worden alle schapen teruggehaald. Ze worden deskundig van hun wollen pels verlost. Deze wol wordt bewerkt en verkocht. Jaarlijks worden schoolbezoeken georganiseerd voor de leerlingen van het lager onderwijs. Een van deze bezoeken aan een melkveebedrijf blijft voor de kinderen een leerrijke ervaring. De Breikeshoeve gebruikt melk van eigen koeien. Dit bedrijf is een voorbeeld van duurzaam ondernemen. Zonnepanelen zorgen voor de nodige groene stroom. De warmte van het gebruikte water wordt gerecupereerd en wat niet kan benut worden, loopt doorheen een rietveld gezuiverd terug de natuur in. De zorg voor de dieren is bijzonder. Verzorging en voeding staan voorop. De Breikeshoeve maakt van de hoevenmelk ijscream. De met zorg bereide ijsroom is gekend en wordt gesmaakt door jong en oud. Zie dat voor de kerk valt het.
Mijne niet. Mij ook niet. Echt wel. Echt wel. Mama, dat was niet.